Voor de derde maal in de lange reeks van wedstrijden is het Feyenoordstadion in Rotterdam het toneel van de Nederland-België-ontmoeting. Alsof de omgeving ze daartoe inspireert, zetten al direct nadat de hekken geopend zijn, velen er een flinke spurt in. Zij zijn de voorlopers, en dat in de letterlijke betekenis, van de stroom van mensen die de daaropvolgende twee uur het stadion binnengolft. Te voet zijn ze gekomen, na een fikse wandeling door de Maastad, of met tientallen extra treinen en trams, hetgeen op deze zomerswarme dag ook niet zo'n pretje was. Alleen de Belgen kwamen met auto's. Om 2:30, als de strijd kan beginnen, zijn meer dan 60.000 mensen in het stadion bijeen. De Belgen hebben de tos gewonnen en dus brengt onze middenvoer Wilkes de bal aan het rollen. Even wat heen en weer getrapt op het middenveld en dan al direct de eerste aanval op het doel van Kraak. Vrij gauw daarna een gevaarlijke Nederlandse aanval. De bal komt bij Lenstra op de linkervleugel die met zijn rechterbeen een keihard schot inzendt. Tegen de lat. Daar kruipen de Belgen door het oog van de naald. Er wordt snel en enthousiast gespeeld, ondanks de ongekend hoge temperatuur. Onze jongens spelen een behoorlijke partij en de drie nieuwelingen, de een wat beter, de ander wat minder, passen zich over het algemeen goed aan. Ja, in die eerste 20 minuten ziet het er voor Nederland hoopvol uit. De stemming wordt wat je noemt opgetogen als na 21 minuten Engelsman de rechtsbuitendebutant het eerste doelpunt scoort. Wie van de Nederlanders gedacht mocht hebben dat het nu bekeken was, kwam bedrogen uit. Want de Belgen tonen zich niet in het minst geïmponeerd. Ze nemen van dit ogenblik af het heft in handen en keer op keer stevenen ze met snelle aanvallen op Kraak af. Ze hebben ontegenzeggelijk nu het beste van het spel en oefenen zware druk uit op het Nederlandse doel. De Oranjemannen trachten zich hieraan te ontworstelen, komen ook meermalen nog voor keeper Danen, maar de goede afwerking ontbreekt. Komt juist in een korte periode van Nederlandse aanvallen de Belgische gelijkmaker van de middenvoer Mermans. En hoor nu de 10.000 Belgen eens. Met gelijke stand wordt zo aan de tweede helft begonnen. Maar nauwelijks 2 minuten zijn er gespeeld of België neemt de leiding. Kraak valt vergeefs naar het schot dat Van Steeland geheel onverwachts afvuurt. En nu begint het eerst recht spannend te worden. Zal dan eindelijk het oranje team een nederlaag leiden? Als het aan het publiek ligt, zeker niet. Luister hoe de Nederlanders worden aangemoedigd. Er wordt alles op alles gezet om de achterstand in te lopen. Bijna het hele oranje elftal trekt naar voren en dat heeft natuurlijk zijn risico's. Maar wie hoog spel speelt, moet risico's durven nemen en wat geluk hebben. Natuurlijk komen de Belgen nog vaak genoeg bij Kraak, maar daar in de Nederlandse achterhoede weten ze stand te houden, soms met dat beetje geluk waar we het juist over hadden. Dankzij hun betere techniek weten de Belgen lange tijd hun voorsprong te handhaven, maar de gelijkmaker komt. Bij een van de talloze Nederlandse aanvallen ontstaat er voor het Belgische doel een heel ingewikkelde situatie, waarin plotseling Lenstra opduikt, helemaal van de vleugel gekomen, die met een listig schot er 2-2 van maakt. En in die stand komt geen verandering meer. Of het publiek over de einduitslag tevreden was, weten we niet. Wel hebben we zo het idee dat de mensen zeker tevreden zullen zijn geweest toen ze eenmaal deze drukte uit waren.